Er is al maar meer nood aan kinderopvang. De stad Beringen doet dan ook veel inspanningen om een uitgebreid aanbod opvang te voorzien. Onlangs heropende kinderdagverblijf Bambi op een nieuwe locatie met extra opvangplaatsen. Jonge mensen zijn op zoek naar kinderopvang. Op dat vlak is Beringen dus is dat een van de speerpunten van dit beleid. De adviesraad coördineert het hele kinderopvanggebeuren in Beringen en bracht een uitwisseling te zijn tussen aanbod en vraag. Op de Klitsbergwijk in Paal zijn ook het dienstencentrum, serviceflats en bejaardenwoningen van het OCMW gevestigd. Dit biedt mogelijkheden om intergenerationeel te werken. Het is de bedoeling dat de mensen die hier wonen regelmatig kunnen deelnemen aan activiteiten in het kinderdagverblijf. Dat die in de tuin eens komen zitten, dat die een tasje koffie komen drinken, dat die eens komen een appeltje schillen of wat voorlezen tussen de kindjes. Natuurbeleving en bewegingsvrijheid zijn enkele belangrijke pijlers die het kinderdagverblijf nastreeft. We hebben bewust met heel veel glas gebouwd, zodanig dat kinderen constant kunnen kijken naar buiten, dat we die natuur voor een stuk naar binnen halen en dat ze zelf op eigen initiatief ervoor kunnen kiezen of ze buiten willen spelen of binnen. Het is dus zo dat kinderen niet met z'n allen allemaal buiten moeten komen spelen. Als die mooi aan het spelen zijn binnen en een deel wil buiten, dan is dat geen enkel probleem. Het nieuwe gebouw zal in eerste instantie plaats bieden aan 36 kinderen. Het is zo gebouwd dat er in de toekomst uitbreiding mogelijk is tot 56 kinderen.